Gerard, hoe belangrijk is deze schaatsacademie voor het mondiale schaatsen? Nou, het is een goed initiatief. Laat ik zo zeggen, kijk, we hebben natuurlijk best moeite om onze sport heel internationaal weg te zetten. We zijn soms een hele grote sport in een klein landje. En om goede programma's bij de, noem het maar even, schaatsonderontwikkelde landen te krijgen, is dit een initiatief wat te prijs valt. Doet TVM hier ook al mee? Nou, zijdelings natuurlijk. Hè. Wij zijn met TVM natuurlijk een topsportploeg direct gerelateerd aan het bedrijf TVM Verzekeringen. Maar er zijn allerlei initiatieven geweest om dit een beetje van de grond te krijgen. Er zullen allerlei grote initiatieven zijn waar ik helemaal niet vanaf weet. Ik weet eigenlijk eerlijk gezegd ook niet precies hoe de ISU erin zit. Je dekt hiermee een aantal sporters. Maar het is in mijn ogen ook heel belangrijk dat je programma's naar de verschillende landen toe brengt. Dus er moet hand in hand iets gebeuren. Maar dat er iets in dit werkveld gebeuren moet, dat is duidelijk. Maar een van de initiatieven die er geweest is, ik geloof 2 jaar geleden, is van oud-topschaatsers. Die zijn gevraagd of ze een kleine bijdrage wilden leveren. En volgens mij hebben wij met z'n allen een liftschacht en een lift betaald, waar wij ook met fotootjes in hangen. Met andere woorden, ex-toppers en huidige toppers helpen de mensen die iets minder kansen krijgen omhoog. En volgens mij zie je dat in dat gebouw achter mij hiernaast terugkomen. Stel, je was geen coach geweest. Had je dan zoiets ook op willen zitten? Ik ben van huis uit natuurlijk gymnastiekmeester en breedtesportontwikkeling is wel iets wat me aanspreekt. Ja, want je bent wel een beetje pionier, ook in Amerika geweest. Ja, dat is het begin van mijn carrière en dat hoort er ook altijd bij. Ik weet niet, op dit moment sluit al 10 jaar lang de TVM schaatsploeg enorm aan bij mijn eigen ambities en motivatie. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat het ontwikkelen van programma's als deze, het neerzetten van schaatsen in het breedte, samenwerken met de ISU op dat vlak, dat best aan zou sluiten. Maar het zijn geen gedachten die op dit moment in mijn hoofd spelen. Want het is natuurlijk zo dat ik gewoon moet zorgen voor wereldtitels en Olympische titels. En dat is mijn job op dit moment. Dat doe ik met heel veel plezier.